Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. We beginnen hier bij Leen Post. Daar doe ik altijd mijn banden wisselen, want het is weer december. Het is tijd om banden te wisselen. Ik heb nieuwe Michelin ijsgrips weer liggen. Vorig jaar natuurlijk super goed bevallen. Maximaal grip, jaar rondgereden, dus dat was eigenlijk niet zo'n hele moeilijke keuze. Ik ga nu naar binnen. Chip gaat mijn banden wisselen. Daarna gaan we op naar het noorden. Het wordt een spannende trip en ik zie jullie daar. Ik vertel meer over en kom goed. Dat ik voor de Michelin ijsgrips ben gegaan, dat had iedereen denk ik wel zien aankomen. Ik was natuurlijk helemaal weg van afgelopen jaar. De zachtere compound, de lamellen, veel meer grip in de winter. En dat is wat telt bij mij. Het gaat mij niet om 2-3 tiende zuiniger of duurder. Natuurlijk is het mooi meegenomen, maar ik heb grip nodig. Nou ja, en ik haalde dus, wat ik niet verwacht had, de 150.000 kilometer. Ik had al een jaar rond, ik had 135, maar ik moest er eerder wisselen. Maar ik had 150 ook al gehaald, wel met opsnijden erbij, maar dat is natuurlijk... Dat kan bij die Michelins. Dus het was een makkelijke keuze voor mij. Ik ben er weer blij mee en ik heb er volste vertrouwen in voor een nieuw winterseizoen. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. Ik sta hier op Kautokeino op de grens en net de documenten gedaan. Vanochtend vanaf Haparanda vertrokken. Het was eigenlijk hartstikke mooi weer. Ik had eigenlijk niet meer verwacht dat het allemaal zo zou zijn. Het zag er dus regenachtig uit en in Noorwegen zelf verderop, richting Harstad, waar we ook nog heen gaan. Spoiler alert. Het was allemaal groen. Ik heb hier gezien dat het hier zo was dus. Na de poolcirkel bij Yukushenki was het een beetje wat weer sneeuw aan het komen. En op de taak een hele goede weg daar. Maar toch slipte hij al her en der door. Niet heel spannend, maar wel dingen waardoor je toch alert blijft. Ik heb ook een nieuwe banden gemonteerd. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Het zal een beetje ingereden worden nog. Nu ga ik de Kautokeino nog even douchen. Vervolgens gaan we naar Hammerfest. Daar gaan we morgen lossen. Het moet helemaal goed komen. Oké, om even terug te komen op mijn winterbanden. Alweer, ja. Want ik heb eigenlijk wel zoiets vets om te vertellen erover. Dit zijn eigenlijk mijn oude winterbanden. Je hebt toch nieuwe? Ja, ik heb nieuwe. Ik heb nieuwe remixen. En remixen, dat wil zeggen... Als ik het ordinair ga zeggen, zijn het covers. Maar dat doe ik, een remix. Dat mag je eigenlijk helemaal niet zo noemen. En dat komt... Voornamelijk omdat een remix, dat is, het gebruikt wel het oude karkas, maar de rest is compleet nieuw. Deze winterband is zelfs van mij geweest. Ik heb deze vorig jaar opgereden, ik heb ze opgesneden. Daarna zijn ze weer naar de fabriek in Duitsland gegaan. En daar hebben ze ook weer een röntgenapparaat staan. Daar gaat de band in, wordt die volledig gecontroleerd op het karkas. Want daar gaat het om. Het karkas was bij mij helemaal goed. Daarnaast hebben ze nog 8... Voor mij zijn het totaal 8 kwaliteitscontroles waar ze aan moeten voldoen. Dus dat is een röntgen waar die in gaat. Ze testen hem op dichtheid, visuele controle, etc. Nou ja, mijn band was 100%. Daardoor kwam die in aanmerking voor zo'n remix. En dat is, nou, dus de wangen worden gedaan, het loopvlak, alles is nieuw. En het laatste stukje, het is niet alleen machinaal, het laatste stukje is ook echt dat een persoon die lijnt de laatste de resten en die doet controles eraan. Het is dus 100% een nieuwe band. En hij is 100% de kwaliteit die we gewend zijn van Michelin. Zover ik weet, een van de weinigen die dit kunnen aanleveren, kunnen leveren. Maar goed, waarom zou ik dit doen? Als eigen rijder, wat maakt mij nou uit of ik een remix heb? Of een nieuwe Michelin ijsgrip? Nou,
het interessante in, en vooral omdat ik best wel veel banden doorheen stook. Elk jaar een nieuwe set, dat is een dure hobby. Dan komt de aanschaf van deze banden, het scheelt mij gewoon 40% ten opzichte van een nieuwe band. Ik heb de kwaliteit van Michelin tegen een goedkoper aanschafprijs. Dus ik zie alleen maar voordelen. Daarnaast, wat ook in 2020 en 2021 belangrijk is, milieu is ook, wordt ook beter van. Ik gebruik mijn band langer. Het is natuurlijk veel minder productiekosten, zeg maar. En daardoor gaat de CO2-levels weer omlaag. En al met al is het dus alleen maar voordelen. En ja, ik raad het ook zeker aan. En het kan ook met elke Michelin-band kan dit gedaan worden. Dus, geven, as omhoog. Aan de bocht in, as in de grond. Halfje erbij, kijk wat hij doet. Hij blijft doorslippen, maar we zijn er bijna. Dat is gevaarlijk. Maximaal overhevend staan, haal hem iets terug, die weer om. Zo zie je, de temperatuur draait even en het is gelijk een stuk gevaarlijker. Zietig overhevend, snel het een beetje eruit te houden. En wat je altijd wil doen als er iets omhoog gaat, een beetje navigatie, hoe de bocht loopt, zodat je je gang houdt. Alleen maar oppassen, dus dan gaat hij gelijk wel achter omlaag. Dat je niet te veel hangen hebt, want dan zie je weer door. En ik weet nou allemaal leuk te vertellen, maar ja. Dus, ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Dat, gedeelte in. Dat is het moeilijkste. Een van de twee stukken die een beetje moeilijk kunnen zijn. De Alta gebergte. En, je kan hier niet echt gang houden. Er zijn best wel wat kronkelbochten. Dus ja, dat kan wel eens een keer spannend zijn. En nou met min 1 en wat er net een beetje gladder is, vind ik het ook best wel spannend. Maar het zal wel weer goed kunnen.
van de kant. Zo zijn we boven op Zeeland. En het was best wel een strijd. En nog steeds. Het is echt gevaarlijk vandaag. Het is super glad. 1 graden. En zoals je kan zien is het... ja, er ligt net wel, net niet. En een hoop best wel steile klimmetjes. Nou ja, en dat komt in combinatie met het gewicht wat je omhoog moet slepen. Moet die auto er gewoon flink aan werken. Ja, dat komt niet echt helemaal te goede, zeg maar, van de grip die je hebt. Net te zwaar voor het mooie. Kijk, hier op Zeeland zelf is het wel vrij vlak hoor, maar er zijn natuurlijk toch een paar stukken wat ook de weg schoon leek. Dat je wel wat zag, maar ja. 20 kilometer, maar het is echt... Het gaat een beetje aan het blijven met doorslippen, joh. Als ik er ben in de Sky, die is 17 kilometer, man. Man. Ik heb net een berichtje van een chauffeur die in de buurt rijdt. En die waarschuwt wel dat het vandaag ook slecht weer wordt, dus... Nou ja. Ik weet alleen niet of hij het dan met wind bedoelt of met temperatuur. Het zal een beetje beide zijn. Riep Fjord, de baas, de bees, de baas. Gebouw 18, we moeten naar gebouw 15 toe. Even spulletjes losmaken. Die wil lekker binnen los, dat scheelt wel een hoop. Buiten is toch wel ja, een beetje koud, een beetje fris. Wind, regen. Dus dat hebben we gelukt. Nou, ik heb dus die grote machine van 15 ton staan, maar ik heb hier altijd wel een grote heftruck, dus die zet er gewoon zo eruit. Zo makkelijk kan het gaan. Yes.
Net open gedaan. Nou is dat hij krijgt zijn lepels niet meer doorheen, en volgens mij zit hij vast. Hij kan wel los, hoor. Slechte heer opgehaald, ik had een hoop wind onderweg. 600 kilometer rijden. Persoonlijk hou ik er dan van om hoog te doen. Hoger, in ieder geval over de helft, dat de wind wat minder doorheen kan slaan. Dat het zeil wat minder naar binnen komt. Ook als je dit wilt doen, vooral deze pactons zijn erg gevoelig. Je kan beter in elk rijtje eerst eentje doen en dan de rest opvullen. Dan weet je eigenlijk altijd zeker dat alle planken passen. Ga je eerst één rijtje doen en daarna nog een rijtje. Mocht je een achteraan tekort komen, is het vooraan het probleem. Dan ben je eigenlijk te laat om alles weer open maken of alles los ingooien. Maar dat is natuurlijk geen stijl. Dus... per stuk. En in de winter is dat toch weer een paar honderd kilo extra aan trekkers. En dan. Terug van weg geweest. Ja. Dat ook zo. Op een gegeven moment is hij weggebracht naar de... om gerestaureerd te worden. Maar kijk hier hoor.
met die blik in zijn ogen. Ja, die heeft dingen meegemaakt die wil je niet weten. Ja, dat wil je echt niet weten. Sunneland. Als ik nog harder ga waaien, zet ik die as op de grond. Dan sta ik iets steviger in mijn schoenen. Alles overheven wat ik heb. Ik heb de as even op de grond gezet en ga zo de afdaling in. En ik denk dat hij net wel stabieler rijdt. Als ik dat doe. De as staat compleet leeg. Ja, als ik tegen de rode steepjes naar beneden. Kijk jongens, hè. Drie uur 's middags, 3:15 is het nog maar. Pikje donker. Nou ja, pikje donker, het is ook niet donker. Hè. Goedemorgen. Ik sta dus nu net voor Bardufold, ben ik gisteravond heen gereden. Alle verrotters vroeg geslapen, het is nu 6 uur 's ochtends. Een douche hier. Ik kan even aanbellen en... Als het goed is, kan ik je gratis douchen. Dus in Noorwegen best wel goed geregeld. Op veel plekken heb je ook truckparkeerplaatsen, vrachtwagenparkeerplaatsen. En dan kan je gratis douchen. Dus niet overal zo, want op de laatste parkeerplaatsen moet je toch gaan betalen.
Maar de afgelopen dagen heb ik geen douche kunnen pakken. En dat komt eigenlijk voornamelijk door corona ook. Waar we stonden in Skydy, was de douche ook al gesloten vanwege corona. Dus ja, het is wel een keer tijd. Ik ga even douchen hier. En daarna gaan we verder richting Harstad. Hallo? Yes! Ja, tak. Zo, het is echt vrij leg. Harstad, gelost net, was super geregeld. Even bellen, tunnel even geopend. Ik ben het kwijt. Ik ga nu naar Bodeu toe. We moeten varen Loningen-Bognes. Ik weet niet of ik kan al laden vandaag. Het is een graafmachine, maar die man nam niet op. Ik wil wel leuk om in Harstad weer te zijn. Zoals jullie misschien niet weten, misschien niet. Ik vond even hier in de bannen. Road to Harstad. Dat ben ik ook toen een van de eerste series. Ja. Als je tijd over hebt. Een kleine 4-5 uur, dan kan je nog gaan bekijken. Het is wel leuk, die nieuwe brug zo. Even een foto gemaakt. En ik ga nu naar het bootje toe. Hij gaat om 12 uur, 70 kilometer. Dus even doorzitten nog.
Vlaaier is omlaag, net van het bootje af, hoop wind weer, moest gelijk de luchtvering omlaag zetten. Hè, want als je de luchtvering omlaag dan staat hij wat steviger. We zaten ook op het bootje met die van Venas, die combi, super wijs ding, echt gaaf. Hè, alles klopt gewoon, busbiegelbouw is altijd goed. Die mensen daar weten ook echt wat ze doen. Dus dat wil ik even laten zien, want ik ga het hier afkappen ook. En dat is best wel jammer, want zoals ik ook kon zien is de vracht die ik heb geladen, zie je op de dronebeelden wel. Ja, wijs, gewoon graafmachine en hoog. Maar helaas, tijdens het laden is mijn kamer omgewaaid, het was ook donker, maar de wind was iets aan het afnemen, alleen hij waaide alsnog om een keer op het statief in de wind. Erg zuur, kapotte spiegel, kapotte lens, dus de rit was niet erg positief, dat kunnen we wel stellen. Desalniettemin, ik hoop dat jullie een super gave video vonden. Ik heb mijn best gedaan ervoor weer, dus laat even een reactie achter wat jullie vonden. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren, druk op het belletje. Mocht ik nog even vragen, hebben jullie nog zelf nog vragen? Dat kan over de banden zijn, kan over de vracht zijn, over de wegen, hoe doe ik bepaalde dingen. Aarzel niet, stel ze, gooi ze in de comments en dan probeer ik ze te beantwoorden als het kan. Ik hoop jullie in ieder geval weer te zien in de volgende video. Ik hoop dat jullie deze ook leuk vonden. Vergeet niet te liken, te subscriben, delen, wat dan ook. Ik zeg tot de volgende keer, later!